zelfs er zijn heel veel zegeningen voor het sturen van vredesgroet naar de geliefde en gezegende profeet sallallahu alaihi wa sallam. Geliefde profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd dat degene die 1000 keer per dag vredesgroet naar mij reciteert, hij zal niet sterven totdat hij zijn plek in het paradijs heeft gezien. Hieruit zien we dat wij moeten een gewoonte van maken dat we veelvuldig vredesgroet reciteren. En geleerden zeggen dat degene die 313 keer vredesgroet reciteert, dan behoort die persoon tot die personen die veelvuldig reciteren. En hoe mooi zou het zijn dat wij 1000 keer per dag reciteren, zodat voordat wij doodgaan, inshallah, zullen we onze plek zien in het paradijs, inshallah. Dus laten we gezamenlijk reciteren, sallu ala al-habib, alhamdulillah, zover de heilige maand van Sha'ban al-Mu'azzam is aan de gang. De vorige keer hebben we ook een aantal Madini parels gehoord, dat hoe belangrijk en hoe speciaal eigenlijk deze maand is. Wat we ook hadden gehoord, dat deze maand, geliefde profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd, dat is mijn maand. Dus geliefde profeet sallallahu alaihi wa sallam houdt van deze maand. Dus laten we inshallah zullen we daarover iets horen. De profeet van de mensheid, de rust van onze hart en geest, de meest genereuze en vriendelijke, sallallahu alaihi wa sallam, hield van veelvuldig vasten in de maand Sha'ban. Overgeleverd door Sayyidina Abdullah bin Abi Qais radiyallahu ta'ala anhu, dat de moeder der gelovigen, Sayyidina Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, heeft gezegd dat Sha'ban al-Mu'azzam de favoriete maand van geliefde profeet sallallahu alaihi wa sallam was. Omdat het zijn gewoonte was om in deze maand te vasten en dit dan te verlengen tot de maand Ramadan. Dus geliefde profeet sallallahu alaihi wa sallam hield van deze maand. En wat deed hij? Hij ging veelvuldig vasten in deze maand. Sayyidina Usama bin Zayd radiyallahu ta'ala anhu zei, ik vroeg aan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dat ik heb opgemerkt dat u meer extensiever vast in de maand Sha'ban dan elke andere maand. De heilige profeet sallallahu alaihi wa sallam antwoordde, het is een maand tussen Rajab en Ramadan. Mensen verwaarlozen het. In deze maand stijgen de daden van mensen op naar Allah azza wa jal. En ik hou ervan dat mijn daden opstijgen terwijl ik aan het vasten ben. Dus, geliefde profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, het is de maand waarin de daden opstijgen van mensen naar Allah subhanahu wa ta'ala. En hij heeft gezegd, het is de maand tussen Rajab en Ramadan. Rajab, mijn lieve islamische broeders, is de maand om de zaad van aanbidding te planten. Ibadat ka bij bonen ka mahina Rajab al-Murajab. En Sha'ban al-Mu'azzam is de maand om die zaad water te geven. Door te huilen voor onze zondes. En wanneer de heilige maand van Ramadan komt, dan is de tijd om te oogsten. Dus de vraag is, hebben wij de vorige maand, Rajab al-Murajab, hebben wij die eigenlijk in de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala doorgebracht of niet? En nu Sha'ban al-Mu'azzam is aan de gang. Hoe brengen we deze maand door? Geliefde profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd, hierin stijgen de daden op naar Allah subhanahu wa ta'ala. Wat voor soort daden zijn wij eigenlijk aan het verrichten in deze maand? En Ramadan gaat komen en dan zal het weer voorbij gaan. Dat zullen wij niet eens opmerken. En zo gaat onze hele leven voorbij. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidatun Aisha Siddiqa heeft het volgende gezegd. De gezegende Rasool sallallahu alaihi wa sallam, de sultan van de mensheid, de kenner van het ongeziene, de geliefde profeet sallallahu alaihi wa sallam, had de gewoonte om op alle dagen van de maand Sha'ban te vasten. Tevens vertelde zij dat ik vroeg aan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ja Rasulullah, in Sha'ban, is Sha'ban uw favoriete maand voor het vasten? Geliefde profeet sallallahu alaihi wa sallam antwoordde dat de namen van personen die dat jaar zullen overlijden worden dan opgeschreven. En ik hou ervan dat ik bij het heen gaan in een vastende staat verkeer. Dus wanneer in deze maand worden ook de namen van degenen die overlijden, die namen worden opgeschreven. Wie weet dat onze naam wordt ook daarin geschreven. Dus daarom is het belangrijk dat we deze maand in aanbidding doorbrengen. Het is vermeld in Sahih Bukhari dat Sayyidatun Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha heeft gezegd, de profeet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vastte in geen enkele andere maand zo uitbundig, veelvuldig dan hij sallallahu alaihi wasallam het deed in Sha'ban. Hij vastte de hele maand en zou zeggen, handel volgens je capaciteit, aangezien Allah subhanahu wa ta'ala zijn zegeningen niet beëindigt totdat je uitgeput raakt. De uitlegger van Sahih Bukhari, Allama Mufti, Sharif al-Haq Amjadi rahmatullahi ta'ala, heeft deze hadith als volgt uitgelegd. Hij zegt dat de betekenis ervan is dat hij sallallahu alaihi wa sallam op de meeste dagen van de maand Sha'ban vasten. En hier wordt verwezen naar de hele maand. Dus de hele maand vasten. Dus normalitair wordt er gezegd dat die en die persoon heeft de hele nacht in aanbidding doorgebracht. Alhoewel, er zal ook tijd gespendeerd zijn aan het eten en toiletbezoek. In zulke gevallen wordt er met meeste verwezen naar alle gehele. Dus hij rahmatullahi ta'ala vermeldt verder dat deze hadith leert ons dat degene die beschikken over de capaciteit voor het vasten, die moeten veelvuldig vasten. Echter, degenen die zwak zijn, die zouden niet moeten vasten. Omdat dan zijn capaciteit om te vasten in de Ramadan negatief kan worden beïnvloed.
Dus hoe meer wij kunnen vasten, we moeten proberen dat we dat zeker gaan doen. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu ta'ala alihi wa alihi wa sallam. Tubu ila Allah. Sallu ala al-habib. Dus we moeten proberen te vasten in de hele maand van Sha'ban al-Mu'azzam. Hoeveel kracht wij hebben. Maar de 15e nacht, 15e dag eigenlijk, dat is een hele bijzondere dag. Sayyidina Ali, karamallahu ta'ala wajhul karim, vermeldde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat wanneer de 15e nacht van Sha'ban komt, verricht dan qiyam, aanbidding in de nacht en vast gedurende de dag. Er is geen twijfel dat Allah subhanahu wa ta'ala, goddelijke openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala, onthult op de hemel, boven de aarde, vanaf zonsondergang en kondigt aan: is er iemand die om vergiffenis vraagt, zodat ik hem zal vergeven? Is er iemand die om levensonderhoud vraagt, zodat ik hem levensonderhoud schenk? Is er iemand die droevig is, zodat ik hem daarvan kan verlossen? Is er die en die? En hij als de wadr blijft aankondigen tot de tijd van Fajr. Dus dat is de nacht van Shab-e-Baraat. Allah subhanahu wa ta'ala kondigt zelf aan: is er iemand met problemen, zodat ik zijn problemen kan oplossen? Maar helaas, de besef is er eigenlijk niet eens. We weten ten eerste niet eens dat welke maand is eigenlijk aan de gang. Hoe gaan we dan weten dat een speciale nacht in deze maand is? Hoe gaan we dan die speciale nacht doorbrengen in de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala? Het boek van daden wordt verwisseld op de nacht van Shab-e-Baraat. Indien mogelijk vast op de 14e van Sha'ban, zodat het vasten vastgelegd wordt op de sluitingsdag van het boek. Dus in de nacht van Shab-e-Baraat, dan stijgen onze daden op. Dus hoe mooi zou het eigenlijk zijn dat wanneer onze dadenboek wordt gesloten, dat wij aan het vasten zijn. En op deze manier worden op de laatste momenten voor de uitwisseling van het boek goede daden opgeschreven. Zoals het aanwezig zijn in de masjid, in staat van i'tikaaf zijn, het wachten op Salatul Maghrib enzovoort. Bovendien zou het groot voorrecht zijn om heel de nacht in aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala door te brengen. Amir al-Mu'minin, leider der gelovigen, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu. Hij was een keer bezig met aanbidding op de 15e nacht van Sha'ban. Bij het opheffen van zijn hoofd vond hij een groen strookje papier, diens glans zich uitbreidde tot aan de hemel. Met de andere woorden, stond erop eigenlijk dat dit is een bevel voor verlossing van de hel, gezonden door Allah Azza wa Jal, de Almachtige, voor zijn dienaar Umar bin Abdul Aziz. Lieve dames en broeders, alhamdulillah Azza wa Jal. Aan de ene kant toont deze gebeurtenis de grootheid en de heiligheid van Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu. Door de geest van Allah subhanahu wa ta'ala kreeg hij de goed nieuws dat hij vergeven is. En aan de andere kant openbaart het de voortreffelijkheid en zegeningen van Shab-e-Baraat. Alhamdulillah azawajal. Deze gezegende nacht brengt Baraat. Het brengt verlossing, vrijspraak van de laaiende vuur van de hel. En dit is de reden dat waarom eigenlijk deze nacht Shab-e-Baraat wordt genoemd. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu ta'ala alihi wa alihi wa alihi wa sallim. Mijn lieve namens broeders, doet u allemaal de intentie dat we inshallah zullen proberen op de 14e en de 15e dag van Sha'ban al-Mu'azzam te vasten. En daartussen de nacht, de Shab-e-Baraat, dat we dat zullen doorbrengen in de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala door vergiffenis te vragen. Zo meer motivatie te ontwikkelen voor de heilige nachten, om meer te leren over de heilige dien, heilige islam. Probeer jezelf aan te sluiten met de madrie omgeving van de Awad Islami. Inshallah zullen we veel barakat krijgen in deze wereld en in het hiernamaals. En er zijn ook heel veel voorbeelden. We zien mensen die dus eigenlijk afgedwaald waren. Zij zijn op het juiste pad gekomen. Door de gezegende madrie omgeving van de Awad Islami. Laten we een hele mooie gebeurtenis horen. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu ta'ala alihi wa sallam. Tubu ila Allah. Sallu ala al-Habib. Dus dit is een samenvatting van de tekst van een islamitische broeder uit Markuz al-Awliya Lahore. En hij vertelt dus eigenlijk zijn verhaal. Hij zegt dat voor het omarmen van de madani omgeving van de Awad Islami, de wereldwijde niet-politieke organisatie die de leer van Koran en Sunnah verspreidt, ik bracht mijn dagen door in een gezelschap van een misleide secte. We leven in Nederland, wij weten er zijn heel veel verschillende groeperingen die zichzelf moslim noemen, die zichzelf sunnis noemen. Maar ze zijn afgedwaald. Ze vertellen hele rare dingen. Zelfs nu zijn er bepaalde mensen die zeggen, oh, je moet geen Shab-e-Baraat vieren, het is bid'ah, mazallah zowatah. Terwijl we duidelijk hadis hebben gehoord, het is juist aangeraden om in deze heilige nacht te Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden en te vasten op die dag. Dus die persoon zegt, ik was ook in het gezelschap van een misleide secte. Ik was betrokken bij verschillende zondige activiteiten. Helaas was ik trots op mijn levensstijl, waarbij ik films en drama's keek en plaatsen bezocht voor immorele activiteiten. Het verlaten van zondes en het aanbreken van de veranderde ik heb ik te danken aan de individuele inspanning van een islamitische broeder. Hij overtuigde mij de sunna-inspirerende ijtima van Shab-e-Baraat bij te wonen, gehouden in Hanjarwal.
De toespraak van Mubaligh Dawat Islami was zo inspirerend en hartverscheurend dat ik mijn verleden vol zonde diep betreurde. Ik transpireerde. Hij kreeg zweet, voelde mij zo beschaamd en angstig vanwege mijn ongehoorzaamheid tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, dat ik in tranen uitbarstte. Na de ijtima ontmoette ik een islamitische broeder die verantwoordelijk was voor de Madani Kafila. Hij motiveerde mij om 3 dagen te reizen in de weg van Allah subhanahu wa ta'ala in Madani Kafila. En ik was al geïnspireerd en ging hiermee akkoord. In het gezelschap van de geliefden van de nobele profeet sallallahu alaihi wasallam leerde ik verschillende sunna's van geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik deed tauba voor al mijn voorgaande zondes. En bij het arriveren van de maand Ramadan Mubarak verrichtte ik de gezegende etikaaf in de laatste 10 dagen. En dit samen met de geliefde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En gedurende deze etikaaf in de 27e nacht werd een gelukkig islamitisch broeder gezegend met de aanschouwing ziyarat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deze betekenisvolle gebeurtenis liet mijn voorkeur voor Dawat Islami nog meer toenemen. En zo omarmde ik stevig de Madani omgeving van Dawat Islami. Mijn lieve broeders, denk na. Een broeder die afgedwaald was. Hij was betrokken met verschillende sekten. Hij ging de Shabbat Barat Ijtima bijwonen. Wat gebeurde er? Hij ging tauba verrichten voor zijn zondes. Hij barstte uit tranen. Hij kwam dichter bij de Madani omgeving van Dawat Islami. Hij ging reizen in de Madani Kafila. En uiteindelijk deed hij etikaaf in de laatste 10 dagen van Ramadan.